Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mijn kanaal. Vandaag ga ik weer een battle met iemand aan. Maar jullie weten het denk ik wel al, als jullie hebben gekeken in de volgende video. Maar als jullie het nog niet weten, ga ik het pas straks zeggen als ik er ben. Ja, ik ga natuurlijk weer allemaal onderdelen doen en zo. Ik ga nu de auto in voor naar die plek te gaan. En dan zien jullie met wie ik de battle aan ga. Doei! Hallo allemaal, ik ben nu weer aangekomen bij de plek waar ik de battle aan ga. En ik ga jullie met degene waar ik de battle aan ga nu. Hoi, ik ben Frans, lange Frans. En ik kan beter rappen dan voetballen. Wat moet ik doen? Wil je misschien even wat voorstellen? Nou, ik ben Frans en ik maak muziek. Check me op Spotify, check me op YouTube, check me op iTunes. Er staan heel veel liedjes. Meer dan dat je kan luisteren in één dag. Kan je zeker een week naar luisteren. En dat is wat ik doe. Eigenlijk. Oké. Ik heb 3 onderdelen klaargezet. Ja. Oké. Als je een fout maakt, komen er 2 seconden bij. Oké, fout, 2 erbij. Ik heb hem door. Goed. Oh, ik moet de tijd doen, hè? Bal laat liggen. Wil je eerst een oefening? Nee. Nee? Nee. Ik denk dat ik mazzel heb als het überhaupt 1 keer lukt. Dus we moeten voor het echt spelen. Denk ik. Oké. Ja. Als ik go zeg, mag ik. De andere kant? Ja. Nog een keer. Het is te vroeg om zoveel rondjes te draaien hoor. Slechte tijd. Die rondjes, dat kon echt niet. De hele wereld ging zo. Wat heel raar is, die hoort gewoon plat te zijn. De hele wereld weet dit. De tijd is... 1 minuut 28 en 83 honderdste. Is niet zo best, hè? Jij doet het elke week. Ja. Hoe hebben de anderen het gedaan? Die hebben er vast niet zo lang over gedaan. Weet ik niet. Ja, goed. Dan kan het nog meevallen. Ja. Nu ben ik aan de beurt. Yes? Ja. Go!
Wil je het weten? Hoeveel keer sneller denk je dat je was dan mij? Je was bijna precies twee keer zo snel, want je hebt het gedaan in 47 seconden en 72 minuten. Lekker hoor. Dus dan heb ik... plus 2 seconden. Ja, dus... 49 seconden. Dan heb ik de eerste onderdeel gewonnen. Maar we moeten er nog twee doen. Nu ga ik de tweede uitleggen. Onderdeel 2 uitleggen. Je moet de bal tussen de pionnen leggen. Ja. En dan moet je proberen in dat kleine doeltje te schieten. Ja. En je hebt 3 pogingen. En wie het meeste raak heeft, die heeft gewonnen. Gewonnen of heb ik je keihard geoomd? Nou, oh ja, dat ja. En nu staat het dus gelijk. En we moeten nog één onderdeel te gaan. En dat is één laatste onderdeel uitleggen. We gaan namelijk 1 tegen 1 spelen op dit pannenveldje. En het duurt 2 minuten. En als het gelijk staat, doen we golden goal. En golden goal is eigenlijk de winnende doelpunt. Ik ga 3-3. Dat kan niet meer. Ik kan geen goal maar een gouden hart aan. Nee! Hey, genade! Het staat niet vandaag. Het was 3-3, maar we deden goal de goal. En dan Frans had het doelpunt gemaakt. Dus hij heeft dit. Dus hij heeft dit onderdeel gewonnen. Dus het staat nu 2-1, dus Lange Frans heeft de wedstrijd gewonnen.
voor het eerst in mijn leven dat ik een sportwedstrijd heb gewonnen. Dankjewel. En nog een bonus battle, dat is namelijk een rap. Lange Frans rap, dus als we een voetbal battle zouden doen, wij ook een rap battle doen. Dus ja. Hé, hey, Lange Frans, vandaag eindelijk de dag dat ik tegen jou battle rap. Ik vind dat heel cool en heb veel zin, maar wees een beetje bang. Misschien maak ik je in, maar dat gebeurde dus niet zo. Inderdaad, we zitten hier met Messi Essie en ik kreeg een heel klein voetballessie. Ze zetten me vooral in die onderdelen onder de pressie. En nu krijg ik een klein harde tekkie. Bedankt. Graag gedaan. Ik heb gebattled, dan mag diegene dus jij en andere bekende Nederlander uitkiezen om tegen mij te battelen. Oeh! Het beste is misschien Jesse. Jesse kan goed voetballen. Die haalt van voetballen. En dat is een vriend van me. Misschien in de camera zeggen. Zeker. Jesse, hier is je homie Lange Frans. En jij noemt jezelf de spits met de hits. Het is tijd om het te bewijzen en de battle aan te gaan met Jesse. Heel veel succes. Dank je.